Op de beurs zijn er natuurlijk ook transportbedrijven puur sang. Zoals het bedrijf in de volgende reportage, dat al van in het begin gespecialiseerd is in het wegvervoer van maritieme containers en wissellaadstukken van zowel weg- als spoorwegvervoer. Beyers Transport is een onderneming gespecialiseerd in het vervoer van zeecontainers. Het bedrijf werd begin 2000 opgericht door Luc Beyers en is gevestigd in de industriezone van Graz-Ologne. Sinds de invoering van de Belgische kilometerbelasting is de combinatie van binnenvaart en wegtransport veel interessanter geworden dan full trucking. Tot die vaststelling kwam Beyers Transport, waarvan de belangrijkste activiteit bestaat uit wegtransport van containers die per binnenschip aankomen in de haven van Luik en die afkomstig zijn uit de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam. Deze activiteit kende een indrukwekkende groei sinds het begin van 2016. La taxe kilométrique est fort controversée par les transporteurs. Pour nous, c'est un avantage car ça nous permet d'être plus compétitif au niveau des prix de transport par rapport au full trucking. Le client se rend vite compte de l'économie qu'il peut faire sur chaque conteneur en travaillant avec le fluvial. Il se rend compte également que nous avons un très bon service, une grande flexibilité et une possibilité de personnaliser aussi le service transport. Des exemples, c'est les remorques stagnantes ou le travail de nuit. Naast deze spécialiteit verzorgt Beyers Transport nationaal en internationaal transport met huiftrailers, expressvervoer en opslag. Gevestigd op een boogscheut van de luchthaven van Luik en de belangrijkste Waalse autosnelwegen, heeft de onderneming van reactiviteit zijn handelsmerk gemaakt. Les clients sont de plus en plus exigeants, ils nous imposent des rendez-vous et les volumes sont très variables d'un jour à l'autre. C'est pourquoi en plus de notre propre flotte, nous faisons appel à des tractionnaires réguliers en qui nous avons confiance, ce qui nous permet d'être plus réactifs et plus flexibles. Nous travaillons en toute indépendance, le planning transport est réalisé chez nous dans les bureaux et nous avons notre propre service garage pour l'entretien et la réparation de notre flotte. Als oud-chauffeur is Luc Beyers zeer betrokken bij het respecteren van de goede praktijken in de transportsector. De nieuwe chauffeurs bij het bedrijf worden onmiddellijk onder de hoede genomen van een interne opleidingsspecialist. Hij sensibiliseert de nieuwe chauffeurs voor de filosofie van het bedrijf, het eco-rijden, veiligheid en de administratieve taken. Het rijgedrag van de chauffeurs wordt daarna systematisch gecontroleerd en indien nodig bijgestuurd. Le secteur du transport a encore une trop mauvaise image auprès du grand public. Je pense que c'est à nous, un professionnel de la route, de faire en sorte que ça change. Je veux prouver qu'il est possible de faire du transport autrement, en orientant mon personnel vers des pratiques qui valorisent notre métier et notre image. Luc Beyers is ook geïnteresseerd in het terugdringen van de ecologische voetafdruk van zijn activiteiten. Er worden al meerdere plannen uitgevoerd, zoals het wassen van de vrachtwagens met regenwater, de plaatsing van zonnecellen op het bedrijf, vorkheftrucks op gas en zo meer. Andere projecten liggen ter studie, zoals de aankoop en inzet van eco-combi's en het gebruik van alternatieve aandrijfmiddelen.